Nou ja, weet je, we hebben gewoon eerst goed met elkaar gesproken en kijken of het gevoel er nog was van beide kanten. En nou, dat was nog steeds goed. Annette, wat ga je doen? Ik ga op reis. Op reis? Ja, 3,5 week. Ja, dit is de maand ervoor, hè, april. Zo is het, dus die ga ik vol benutten. Echt vakantie? Echt vakantie, ja. Met je vriendinnen? Met mijn vriendinnen. Waar ga je heen? We gaan een hele trip maken. We gaan eerst naar Vancouver, een vriendin bezoeken. En dan reizen we door naar San Francisco. Daar hebben we een auto gehuurd en dan rijden we een beetje via het binnenland. En daarna via de kust rijden we naar Los Angeles. Om vervolgens te eindigen in Las Vegas. Mag ik mee? Met de camera. Met de camera. Nou, dat lijkt me geen goed idee. Heb je zelf een camera bij je? Ik heb uiteraard de camera bij me. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Ik ga er denk ik wel een mooi filmpje van maken. Ja, is het seizoen wel ietsje tegenvallend geweest natuurlijk. Ik heb wel een goed week een sprint gereden. En toch ook nog een PR. Dus er zijn ook heus wel... En de keizersrace natuurlijk gereden. En gewonnen. Dus er zijn ook wel genoeg goede puntjes. Maar ja, het was zeker voor verbetering vatbaar. Waar ging het nou eigenlijk mis dat je merkte van... Hey, dit is niet de richting die ik op wil? Nou ja, dat is natuurlijk niet één moment. Het gaat geleidelijk en dan in het seizoen, ja, bij de enkele afstanden liep het niet helemaal goed. Reden? Nou, niet snel genoeg. Een beetje balen? Sorry? Een beetje balen? Nou, niet een beetje hoor. Dan loop je toch een beetje achter de feiten aan. Had ik het gevoel, weet je, want je gaat van week, naar World Cup en dan ja, heb je niet even tijd om op adem te komen. Natuurlijk heb ik ja, wel vervelende momenten gehad. En helemaal als je er gewoon keihard voor werkt. Maar ja, gewoon een dikke streep eronder en op naar volgend jaar. Heb je veel gehuild? Nou, niet eens zozeer gehuild, maar wel gewoon echt heel erg teleurgesteld. En ja, maar aan de andere kant ook wel weer van, het is leerzaam geweest. En ja, voor volgend jaar weet ik wat ik moet doen. Maar we zagen jullie heel erg veel plezier hebben tijdens een trainingskamp in Italië. En ja, volgens mij werd er ook heel hard getraind. Maar ja, toen had je natuurlijk al een nieuwe trainer. En dat was wennen. Was het al echt wennen met Marjan? Ja, natuurlijk moet je aan elkaar wennen. Maar Marjan moet ook wennen aan haar rol als trainster. Want die is natuurlijk ineens heel anders. Was ineens heel anders voor mij. Dan besluit jij, ja, ik weet niet waarom, maar dat mag je dadelijk uitleggen, om Jack te bellen. Waarom dacht je daaraan? Nou, omdat ik het gevoel had dat ik niet helemaal op mijn plek zat in mijn huidige situatie. En ik heb met een aantal mensen gesproken wat voor mij het beste zou zijn. En uiteindelijk had ik dus ook een gesprek met Jack en het voelde gewoon heel goed. En hoe reageert Jack dan? Ja. Dat weet je ook niet van tevoren? Nee, maar dat is ook wel heel spannend. En, maar ik ben heel blij dat ik het wel heb gedaan. Maar hoe reageerde je? Ja, positief. Ja. Was het een lang gesprek? Nou, lang genoeg. Maar merkte je dat hij je graag weer terug wilde hebben? Nou ja, weet je, we hebben gewoon eerst goed met elkaar gesproken en kijken of het gevoel er nog was van beide kanten. En nou, dat was nog steeds goed. Dus, Maar goed, als je als buitenstaander bekijkt en ook denk ik als je als jullie het bekijken, is het een hele goede set. Want Laurien heeft het daar in die ploeg moeilijk. De ploeg heeft nog een sponsor. Annette erbij is altijd leuk. Toch? Nou, ik hoop het. Drie meiden gaan met jou ook op vakantie. Ook omdat ze je leuk vinden. Ja, en ik vind hem natuurlijk ook leuk, hè? Nee, ja, dat is een goede zet van alle kanten, toch? Ja, ja, en ik vind het ook fijn om weer met mannen erbij te trainen. En ja, ik weet natuurlijk hoe de sfeer in de ploeg is. En ja, dat zijn allemaal dingetjes die ik graag heb. We gaan eerst gewoon rust geven, alles afwachten. En ik hoop dat ik over de 4 weken thuis kom met heel goed nieuws. En met heel veel leuke verhalen. Ja, dat sowieso. Heel veel plezier. Dankjewel. Maak er een mooie reis van. Ja, doe ik. Dag!